We willen tegen 2025 al onze verpakkingen terug, 100%. Het is de samenwerking van die drie overheden, bedrijven en consumenten die voor een verschil gaat zorgen. Coca-Cola kiest voor gezondheid, voor duurzaamheid en voor een grote maatschappelijke betrokkenheid. Is dat marketing of zijn het integere intenties? Daarover ga ik in gesprek met de Country Director Coca-Cola Nederland, Ben Bijens. Ben, van harte welkom. Dankjewel. Nou, de hamvraag die gaan we misschien wel beantwoorden gedurende dit gesprek. Maar ik wou eens beginnen met iets wat ik recent las. Er is een business roundtable in Amerika. Daar zijn ze een beetje alle grote CEO's, rond de 200 of zo, waaronder die van jullie. Die zijn daarin aanwezig. En die hebben een heel duidelijk statement naar buiten gebracht, waarbij ze zeggen, joh, het draait in het leven niet meer alleen om shareholders value en geld verdienen, maar het gaat echt om andere zaken, zoals onze werknemers, onze klanten, de verantwoordelijkheid voor onze aardkloot. Wat betekent dat, zo'n statement? Ja, dat betekent heel veel. Hè. Dat betekent dat het besef groeit dat je goed kan zijn voor het bedrijf, dat bedrijf doen groeien, maar dat je ook goed kan en moet zijn voor de omgeving in de welke je opereert. Je kan, hè, we zeggen, doing good and doing well. Ja. Dat besef groeit en dat is alleen maar een positieve evolutie. Mag dat ook geld kosten? Dat gaat geld kosten, dat is een logisch gevolg. Maar al die grote bedrijven die hebben ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En daar kan je niet omheen. Die verantwoordelijkheid moet je durven nemen. Ik denk dat in die context het begrip een license to operate behalen een beetje voorbijgestreefd is. Al die grote bedrijven die hebben vandaag de dag een license to lead. Ja, in dat soort debatten. Ja, omdat ze zo groot zijn en betekenisvol kunnen zijn. Juist. Want er was een beetje kritiek op van mensen die zeiden van ja, dat is allemaal hole frase en wat betekent dat dan? Hè? Nou, daar gaan we het met name in dit gesprek over, want daar ben ik heel benieuwd naar. Want als we het even vertalen naar Coca-Cola, want jij bent verantwoordelijk voor Nederland en België, begrijp ik, hè? Klopt, ja. Maar je heet Nederland, Coca-Cola Country Director. Is handiger hier in Nederland. Ja, dat is waar. Oh, heet je in België dan gewoon Country Director? Kijk, de formele titel is Country Director Benelux. Maar hier in Nederland ben ik natuurlijk gewoon country director Nederland. Heel goed, heel goed. This is Forward. Wat is dat, This is Forward? This is Forward is de benaming van onze duurzaamheidsstrategie. En die duurzaamheid die staat centraal in onze bedrijfsvoering. En dan duurzaamheid in de breedst mogelijke zin. Dat gaat enerzijds over suikerreductie. Dat gaat ook over verpakkingen. Maar ook over diversiteit, inclusiviteit. En wat we teruggeven aan de omgeving in de welke we opereren. En dat is natuurlijk de hamvraag die mij dan benieuwd heeft. Van in hoeverre, zoals ik ook opende, is het gedwongen door de buitenwereld? Van oh jongens, we moeten, want anders dan krijgen we op onze sodemieter. Of is het heel intrinsiek gedreven? Hoe zit dat bij jullie, eerlijk? Wel, het is een beetje dubbel. Enerzijds vraagt de buitenwereld dan, en dan moet je die verantwoordelijkheid opnemen. Maar anderzijds is het ook gedreven vanuit de organisatie zelf. Als ik kijk naar verpakkingen en naar zwerfafval langs de weg, ja, daar word ik ook kwaad van. Ja. Daar worden onze mensen ook ongelukkig van. Ja. En dat wordt vanuit binnenuit gedreven om daar een plan rond te bouwen, om daar iets aan te doen. Stom eigenlijk dat het ooit, dat is de vraag die ik nu verzin, maar stom eigenlijk dat het ooit ontstaan is. In zoverre van, want laten we twee onderwerpen eruit pikken. Hè. Dat is denk ik het suikerverhaal, noem ik het maar even simpel, en het plasticverhaal. Als we kijken naar het suikerverhaal, hoe kan het nou eigenlijk zo zijn, even een stap terug, dat je ooit cola hebt verzonnen met zoveel suiker erin? Wist men toen nog niet dat het ongezond was? Of hoe werkt dat dan? Ja. Of was het toch een soort van, hey, daar houdt men enorm van en duwt men naar binnen bij de consument? Ja, het is ontstaan in de 19e eeuw. Hè. Ja. Pemberton, er was toen helemaal nog niet de kennis die er vandaag is. Maar ondertussen is dat besef gegroeid dat een gezonde levensstijl van belang is. Dat suiker, dat is een energiebron, maar je moet het goedje met mate consumeren. Ja. Ja, daar willen wij aan bijdragen door oplossingen te bieden. Denk aan herformuleringen van producten. Denk nieuwe producten lanceren zonder suiker of met een laag calorisch gehalte. Of ook verpakkingen. Hè. Verpakkingen spelen daar ook een rol. Kleinere verpakkingen aanbieden. Ja. Dus die evolutie, die volgen we, maar die trachten we ook een beetje te motiveren. Want hoe slecht was het? Als we kijken naar de oude Coca-Cola, want je hoort natuurlijk, hè, bedoel, als ik nou kritische journalist uit zou hangen, dan is Coca-Cola gewoon slecht. Dan zit barstens vol suiker. En hoe slecht was het? Ja, Coca-Cola is niet slecht. Die formule is trouwens nog altijd hetzelfde als zoveel jaren geleden. Suiker, dat is een energiebron voor het lichaam. Yeah. Ja, daar is helemaal niks mis mee en dat zit in Coca-Cola. De manier waarop je het consumeert en dan vooral de hoeveelheid, ja, daar moet je op gepaste wijze mee omgaan. Dus ook wij zeggen, consumeer het met mate. En net daarom kiezen wij de kaart, trekken wij de kaart van keuze. Voor je gesuikerde Coca-Cola heb je vandaag twee alternatieven.
Coke Light en je Coca-Cola Zero, beide zonder suiker. Wat is het verschil? Zonder suiker, dus de originele... Nee, wat is het tussen Light en Zero? Wel, Light hebben we gelanceerd in de jaren 80. En dat heeft ondertussen een zeer specifieke smaak op basis van de ontwikkelingen op dat ogenblik. We hebben nu een Coca-Cola zonder suiker, Zero Sugar, die door de ontwikkelingen op ingrediëntenvlak en dergelijke veel dichter het originele benadert. Dus je kan het verschil tussen een original taste met suiker en een Zero Sugar, kan je haast, die twee kan je haast niet van elkaar onderscheiden. En zitten er daarvoor dan in ruil hele andere stoffies in die zeg maar dat, die suiker nadoen? Inderdaad, we werken daar met zoetstoffen. Hè, in die zijn niet slecht ook. Ik ben geen medicus of zo. Hè? In grote mate met aspartaam. En ook dat product is veilig. Aspartaam wordt zeer veel gebruikt. Er zijn bijzonder veel studies over gevoerd. En wij volgen daar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, die recent nog al die onderzoeken op een hoop heeft gegooid, grondig naar gekeken. En die zeggen met aspartaam is absoluut niks aan de hand. Dat is een veilige zoetstof. Hoe hard gaat de reductie van suiker als jullie kijken naar je eigen productaanbod? Wij zien duidelijk een evolutie in onze omzet. Hè. Vandaag de dag zitten wij ongeveer op een 40% van de omzet die gerealiseerd wordt door dranken zonder suiker. Aha. Dat is een grote stap. Dat is significant. Dus bijna op de helft van de portfolio. Ja. En wij zien die trend zich voortzetten in de toekomst. Ook omdat wij zelf daar opnieuw leiderschap op tonen. Als je kijkt naar onze marketinguitingen, dan zullen wij zeer vaak de zero-variant, de variant zonder suiker, naar voren schuiven. Onze innovaties die spelen zich ook af rond dat zero-gegeven. Drankjes die we lanceren met suiker zijn vaak ook laag calorisch. Dus we nemen daar op dat vlak ook wel leiderschap. Hoe moeilijk is die discussie over gezondheid van frisdrank in het algemeen? Hè? Want je hebt dan weer een hele discussie over dat dan, je hebt dan van die stickertjes die je erop kan plakken met groen of rood. En dan moet dan de simpele consument moet dan in één oogopslag kunnen zien van nou, dit product is gezond en dit niet. En er zijn dan weer hele lobbytrajecten en een hoop discussie over. Nou, daar wil ik niet over, zeg maar, vind ik niet zo boeiend. Maar wie bepaalt nou uiteindelijk, ik wil zo van die discussie af. Van wie bepaalt nou uiteindelijk wat gezond en niet gezond is? Wel, voor gezond is dat de consument zelf. Maar wel gebaseerd op... Eerlijke informatie. Juist. Dat is belangrijk. Maar het is de consument die een keuze maakt. Het is de consument die besluit wat voor hem een gezonde levensstijl is. Hij moet daar wat in gestuurd worden. Dus het duidelijk meegeven wat de ingrediënten zijn. Duiden op keuze. Hè? Een niet gesuikerde variant die ook beschikbaar is. Ja. Dat zijn elementen die belangrijk zijn. Maar voor ons blijft het de consument die uiteindelijk beslist wat goed voor hem is of wat niet goed is. De vraag is of je dat altijd weet. Daarom dat wij die informatie moeten verschaffen. Zowel op verpakkingen, wat zijn die ingrediënten, maar ook opnieuw wijzend op het element van keuze. En daar leiderschap in tonen door die keuze naar voren te schuiven. Ja. Ook binnen onze portfolio, we hebben nu een gesprek over Coca-Cola. Jullie hebben heel veel meer merken. We hebben veel meer merken. We zitten met 17 merken. Daar zitten waters tussen, daar zitten ijstees tussen. Ja. Dus een hele brede portfolio. Die keuze is voor ons belangrijk. Ja. En gaan we van de suiker helemaal af? Ik heb geen glazen bol op dat vlak. Wat ik wel weet is dat die trend, die vraag naar suikervrij, naar minder suiker, zich gaat verder zetten. Ja. En daarom ook dat wij een heel duidelijke strategie hebben. Wij willen een total beverage company worden. Wij willen voor elk drinkmoment van de dag iets in de aanbieding hebben. Ja. En daar zit suiker bij, maar daar zit ook geen suiker bij. En als uiteindelijk de consument besluit om suiker helemaal links te laten liggen, dan zullen jullie dat ook doen? Dan zullen wij daar een aanbod voor hebben. En biertjes? Alcoholvrije biertjes? Wel, zeg nooit nooit. Hè. Dat is ook beverage, toch? Ik ga terug naar, u zegt het zelf, hè, die total beverage company als ambitie. Ja, er is geen enkel terrein waar we vandaag niet naar kijken. Nee. Vandaag is het niet aan de orde, maar zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Het tweede onderwerp. Al dat spul zit in blikjes en flessen en veel ook plastic flessen. Jullie doen, heb ik begrepen hoor, uit mijn research, iets van 1/5 van de wereld aan plastic. Nou, dat zou dan iets van 100 miljard plastic flessen zijn. Nou, laten we het samenvatten als heel veel. Heel veel. Heel veel. En plastic is wel een dingetje. Dat ligt overal op plekken waar het niet moet liggen. Hoe gaan we dat oplossen? In onze duurzaamheidsstrategie neemt verpakking een heel erg prominente rol. Ja. We hebben er een aantal ambities uitgesproken. We willen tegen 2025 al onze verpakkingen terug, 100%. We willen dit jaar... Hoe wil je terug? Dus voor elke verpakking die we op de markt zetten, willen we terug. Om weer opnieuw te kunnen gebruiken. Exact. Circulair. We moeten naar een model dat volledig circulair is. Okay. We moeten allemaal samen die flesjes gaan zien als een grondstof voor een nieuwe fles en geen afval.
En wanneer moet dat geregeld zijn, zeg je? Tegen 2025 willen we graag in Nederland alle flesjes die we verkopen, willen we ook terughalen. Maar daarnaast kijken we ook naar het verhogen van gerecycled plastic in petverpakkingen. We hebben de ambitie om dit jaar 50% van onze verpakkingen uit gerecycled pet te laten bestaan. We gaan die mijlpaal in de komende maanden halen. Dus heb je plastic ook hard nodig, zeg maar, om het weer te maken? We hebben plastic hard nodig. Een van de uitdagingen in het verhogen van gerecycled pet binnen je verpakkingen is de toestroom, de aanvoer van kwaliteitsvol gerecycled materiaal. Dus we hebben die flesjes nodig. En blijft dat plastic? Want je ziet ook wel eens papiersoorten in de opkomst of andere recyclebare spullen. Blijft het plastic? Goeie vraag. Vandaag is het al niet langer alleen plastic. Hmm. Hè? We hebben voor onze ijstees Fuse, die hebben tetrapak. Ja. We doen ook veel in blik. Ja. We hebben ook glas, niet vergeten. In het horecakanaal doen we heel veel in glas. Ja. Ook daar is eigenlijk dat element van keuze wat weer terugkomt. Dus het is niet noodzakelijk alleen maar pet. Hmm. Maar petverpakkingen hebben ook voordelen. Je kan het on the go gebruiken bijvoorbeeld. Ja. Maar het zit hem in de manier waarop we met dat product omgaan nadat het geconsumeerd is. Oké, dan heb je één schakel waar je van afhankelijk bent. En die kunnen jullie niet helemaal sturen. Dat is namelijk dat jullie zijn zeer goed bezig. Complimenten. Klinkt super stoer. Alleen dan kopen al die gasten die plastic flessen en die flikkeren ze op straat. Ja. Dat doen jullie niet. Dat doet de consument. Ja. Hoe lossen we dat dan op? Maar daar laten we onze merken spreken. We weten dat we heel erg sterke merken hebben. Dus Coca-Cola deze zomer bijvoorbeeld, die spreekt over Let's Not Waste This Summer. Dat is onze zomercampagne. Aha. En die heeft een dubbele bodem, die campagne. Enerzijds uiteraard willen we de jongeren en ook de ouderen aansporen om het maximale uit de zomer te halen. Maar anderzijds willen we ook bewustwording creëren rond recycling. Wij kunnen dit niet alleen. We moeten het samen doen met de consument. Okay. Dus die consument die moet een beetje gestuurd worden wat gedrag betreft na het consumeren van dat drankje. Wat doe ik nu met die verpakking? Maar doet de campagne daar, want wat hield die campagne dan in? De campagne enerzijds in de mass media spreekt over vooral bewustwording. Maar we hebben daarnaast bijvoorbeeld ook een online tool ontwikkeld waar de consument zijn flesje kan scannen. En op basis van locatie gaat die tool hem vertellen waar hij dat flesje op goede manier bij het afval kan werpen. Ja, werkt dat? Iemand die ligt op het strand in de zon te bakken, die kijkt om zich heen, die ziet verder geen afvalbak staan en die gaat dan een app pakken en de barcode scannen en dan een kilometer lopen naar de eerste afvalemmer? Of hoe werkt dat dan? Dat is de cruciale vraag. Huh. Nederland is een kleinere markt in het grote Coca-Cola gegeven en heel dankbaar als testmarkt. Dus wij zijn nu samen met België deze campagne lokaal aan het neerzetten. En we gaan in de komende weken exact die vragen trachten te beantwoorden. Ja, ja. Heeft het gewerkt? Ja. Hoe reageert de consument daarop? We willen leren. En misschien moeten we vaststellen dat dit niet geholpen heeft. En dan gaan we kijken wat we volgend jaar anders kunnen doen en beter kunnen doen. Ja. Maar je raakt de cruciale vraag aan. Ja. Werkt het? Helpt het? Dat gaan we binnenkort uitvinden. Ja, spannend. Want daar zit een zwakke schakel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, mensen zijn gemakzuchtige wezens. Moet je ze belonen misschien? Dat doen we ook. Ja? Dus ook in deze campagne. Statiegeld had je ooit, toch? Ja. Dus naar belonen toe. Ook in de campagne zit er een beloningsmechanisme verwerkt. En wat statiegeld betreft, terug naar onze ambitie. 100% van de verpakkingen terug. En ja, dan kan je niet tegen of voor één bepaald systeem zijn. Dan moet je alles bekijken. Statiegeld in Nederland vandaag werkt goed op grootverpakkingen. Ja. Wij zijn een aantal pilots aan het doen met Nederland schoon om te kijken hoe dat, we op andere manieren die verpakkingen kunnen terugkrijgen. En frisdrank kunnen tappen op plekken en dat je dan een flesje hebt wat je hergebruikt? Of is dat geen idee? Dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben net vorige week, als ik me niet vergis, in de Universiteit van Amsterdam een aantal freestyle machines geplaatst. Dat zijn die... Ik verzin het en het is er. Ja, het is er. Serieus? Dat zijn die tapinstallaties die je een 80, 90-tal keuzes aan dranken geeft. Dat je kan zelf gaan combineren. Ja, 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 ja. En die werken zonder verpakking. Daar zet je je beker of ja. Dus wij zijn niet voor of tegen één bepaald systeem. Wat we heel erg beseffen is dat we naar alle mogelijkheden moeten kijken. Dat er waarschijnlijk meerdere systemen samen gebruikt moeten worden om die doelstelling te bereiken. 100% van onze verpakkingen terughalen. Hoeveel impact heeft dit alles op het bedrijf Coca-Cola als beleidsvoerder, zeg maar, als directie?
Hoeveel effect heeft dit op het maken van businessplannen, forecast, het belang van shareholders versus maatschappij? In hoeverre hakt dit echt in de genen van een organisatie? Heel erg. We zitten nu bijvoorbeeld in volle planning voor volgend jaar. En die duurzaamheidsthema's die komen in al de commerciële plannen en al de marketingplannen komen die terug. Opnieuw het feit dat we dit jaar dat grote merk Coca-Cola laten spreken over recycling, dat zegt wel wat, hè? Voorgaande jaren hadden we het over leuke reisbestemmingen en over brilletjes winnen en dergelijke toestanden. Vandaag spreekt die campagne over recycling. Dus op jouw vraag, het zit echt ingebakken in de genen vandaag de dag. En terecht. Wie wordt er meer impactvol naar de toekomst toe als het gaat om de aarde een stukje beter maken? Worden dat de commerciële bedrijven of worden dat de overheden? Samen. Ja? En je mist nog een derde partij volgens mij, en dat is de consument. Ja. Die drie samen. We kunnen dat niet alleen. En daarom ook dat opnieuw, ik kom altijd maar terug op die campagne van deze zomer, dat die ook die consument aanspreekt. We kunnen dat niet alleen. Het is niet enerzijds aan de bedrijven, anderzijds aan de overheid. Het is de samenwerking van die drie overheden, bedrijven en consumenten die voor een verschil gaat zorgen. Is Nederland een modelland wat dat betreft? Je zei het al, het is een goed testland. Als je het vergelijkt met internationaal. Ik was toevallig deze zomer op vakantie in Amerika. Als je het hebt over kleinere hoeveelheden, daar zijn ze nog niet aan toe bij een gemiddeld restaurantje langs de weg. Is er een groot verschil, global, zeg maar? Ja, Nederland is bij de betere leerlingen van de klas. En misschien zelfs bij de beste leerlingen van de klas. Als ik teruggrijp naar recyclage rijds bijvoorbeeld. We halen van onze grootverpakkingen vandaag 90% terug. Dat is wel een cijfer. Als je kijkt dan naar suikerreductie, het andere thema wat we aanraakten, bijna de helft van onze portfolio zit in suikervrij vandaag. Dus we doen zeer goede dingen in Nederland. Is er nog een onderwerp tot slot waarvan je zegt, oeh, die staat nog wel op mijn agenda. Daarvan wil ik nog wel als Coca-Cola in Nederland scherper op acteren. Diversiteit en inclusiviteit is een dergelijk thema. Dan kijk vooral naar de eigen organisatie. Daar is ruimte om een diversere organisatie te bouwen. Dat is een intern objectief. Hoe ga je dat doen? De goede vraag, daar zijn we nog helemaal niet uit. We willen die inclusieve, diverse organisatie zijn. En daar zijn nog stappen op te nemen, mensen voor Coca-Cola. Wat een spannende jaren die je tegemoet gaat. Ja, exciting times ahead, zeggen we dan. Ja. En dan mag er één slotvraag niet ontbreken. Wat is je favoriete drankje dan? Ik heb geen favoriete drankje. Nee, dacht ik al. Ik hou heel erg van limoentoetsen. Dus een Coca-Cola Zero Lemon, een Sprite, een Fanta Lemon. Dat zijn de drankjes die ik graag bezig. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen de komende jaren met Coca-Cola Nederland en alles wat er staat te gebeuren. En met name ook met de taken die jullie te doen hebben. En heel veel succes daarmee. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering op 7dtv.nl. Dank. Hoi.